Ik ben Daan Rovers en ik ben hoofdredacteur van Filosofie Magazine. En op dit moment ben ik ook een van de organisatoren van de G8 van de filosofie. Laten we eens iets verzinnen wat heel erg moeilijk lijkt om te realiseren. Dat maakt altijd heel veel energie vrij. Iets groots, iets mislepends, iets waarvan je vindt dat het er eigenlijk moest komen. Wat we natuurlijk de laatste jaren in Nederland heel veel gezien hebben is heel veel nadruk op eigenbelangen, korte termijn politiek, vermeende daadkracht die op niks uitloopt. En dan ontstaat vanzelf een soort groeiende, laten we zeggen, onvrede om het wat anders aan te pakken, om wat meer naar de lange termijn te kijken, om wat meer reflectie in het debat te brengen en om wat meer afstand te nemen van die particuliere eigenbelangen die bij de politieke G8 altijd zo'n rol spelen en waarin iedereen met zijn eigen agenda aan tafel zit. Ik denk dat, laten we zeggen, de erosie van de gebruikelijke structuren de behoefte aan nieuwe creëert. En dat daarom dit het goede moment was voor de filosofische G8. We krijgen heel erg veel geweldige reacties op dit initiatief. Dat is echt heel leuk. Vanuit Nederland, maar ook vanuit landen om ons heen zelfs. Van wat fantastisch dat jullie dat doen. En ik ben trots op Nederland dat wij als eerste dit initiatief nemen. Kreeg ik gisteren nog een brief over bijvoorbeeld. Maar ook uit België en uit Duitsland en Frankrijk is dat opgevallen. Er zijn ook altijd wel een paar sceptici. Hè? Mensen, in de krant had iemand een stukje geschreven van, nou ja, dat is allemaal onzin. Filosofie moet zich niet bezighouden met wereldse zaken. Filosofie moet zich juist terugtrekken in de Ivoren Toren. Dat soort reacties krijgen we ook altijd wel één of twee. Maar die zijn veruit in de minderheid, kan ik je vertellen. Filosofie is wat mij betreft ruimte scheppen in je hoofd om dingen anders te doen. Die definitie die ontleen ik aan Henk Oosterling. Die zei dat een jaar geleden een keer en dat ben ik niet meer vergeten. Dus filosofie is niet, wijst niet de weg in één bepaalde richting of lost niet bepaalde concrete problemen op, maar filosofie genereert een soort denkkracht waarmee het mogelijk wordt om bepaalde paradigma's open te breken, bepaalde vastgeroeste denkkaders opnieuw ter discussie te stellen en op een andere manier bepaalde problemen aan te vliegen. Hoe zijn wij geworden wie wij zijn? Hoe ben ik geworden wie ik ben? Hoe zit dan onze cultuur in elkaar? Ik wil die structuren die onze wereld bevolken, die wil ik begrijpen. En misschien zelfs een heel klein beetje kunnen beïnvloeden, maar vooral eerst maar eens begrijpen.